Hallo Rinkie vrienden, hoe is het bij jullie? Hier is hij. Hoe komt dat? Ik was beland op een concert van Gerard Joling, dat is wel erg genoeg. Op uitnodiging, dus don't blame me. Wat doe je dan? Dan drink je een slokje. Dan drink je een slokje om toch even te overpeinzen hoe het met je leven gaat. Maar het was gezellig, ik was met mijn dochter en Gerda hadden zin, allemaal leuk en aardig. Zo'n Jan die dronk een slokje uit zijn flesje bier. Prik. Een wesp. Steek me zo op mijn bek. Het is nu maandag, het is zaterdag gebeurd. Die lip wordt alleen maar dikker. Dus mocht er een arts-bioloog onder de kijkers zijn. En ik moet me daadwerkelijk zorgen maken over mijn leven. Laat dat even achter in de comment. Want dan ga ik even naar het ziekenhuis. Maar die lip wordt steeds dikker. En het raar is, als ik wat drink, dan loopt zo het vocht zo uit mijn mond. Dus misschien heb ik wel gewoon een wespenbeet in combinatie met een tia gehad. In ieder geval, ik maak me zorgen. Ik ben ook hypochonder hoor. Dus don't worry. Nou, en waar waren we mee bezig? Oh ja. Wat zit hier onder een doosje? Ik kan bijna niet meer praten. Zagen jullie dat? Heftig, hè? Dubbeldrank. Drie pakken hele moeilijke dubbeldrank. Dubbeldrank, dat dronk ik vroeger ook. Ik kreeg van mijn moeder heel af en toe dubbeldrank. Ja, hier kan ik er niet over vertellen, want ik vond niet zo interessant. Maar goed. Oh, dit is een hele. Dit is mango en passievrucht. Mango en passievrucht dubbeldrank. Nieuwe smaak. Nou, dat is wel grappig als ze ergens een nieuwe smaak op zetten. Dus dat zal het wel een nieuwe smaak zijn. Rijk aan vitamine C en D. Ook nog lekker. Oh, er staat ook nog onder met appel fruitsensatie. We gelijk zien wat erin zit. Appel 28%. Mango 5,9%. Passievrucht 4%. Citroen. Nou, en een pleure soja van suiker. Dat is wel grappig, hè? Daar staat er dan met appel onder. Meer dan een kwart bestaat uit appel. Vind ik altijd top. Vind ik leuk. Leuke weetjes. Ananas guave. Oh, de ingewikkelde. Nieuw en verbeterde receptuur. Dus het is nieuw en verbeterd. Dat is ook mooi. Fruitsensatie. Ananas guave. Wat zit erin? Sinaasappel. Ananas. En guave. Ook abrikoos hebben ze erbij gemieterd. Dat staat er dan weer niet bij. Ik vind dat wel mooi. Die smaakjes dat ze dan. Gewoon meestal andere fruiten bij mieteren om het de smaak te laten krijgen van het oorspronkelijke fruitje wat op het plaatje staat. Verdomme, sinds die wespensteek gaat het allemaal wat trager bij me. En dan hebben we de derde, mango en wat? Guanabana. Guanabana? Nieuw en verbeterde receptuur, Guanabana. Dit is dan een Guanabana. Nou, ik zal je vertellen, die groeien niet bij Tiel. Dat weet ik wel zeker. De Guanabana. Met appel. Nou, dan zal het wel bunkerend vol met appel zitten. Ja hoor, 18% appel. En hier zit sinaasappelsap ook in. Mango 5% en Guanabana 3,5%. Wat is god, een Guanabana zeg. Nou ja, in ieder geval, het zijn drie hele pakken. Heel veel fruit en gezondheid en vitamine C en D. En vernieuwde recepten. En ook nog verbeterde recepten. En het zal allemaal wel. Ja, ik ben een beetje. Hoe noem je dat? Flegmatisch. Ik ben flegmatisch sinds mijn. Die prik. Zit ik een beetje flegmatisch in het leven. Dat betekent zo langzamerhand dat je zeg maar. Flegmatiek. Het doet er allemaal niet zoveel meer toe. Ik ben er gewoon. Zit voor 100% in mijn herstel qua lip. Overigens zijn er heel veel dames op Instagram die ook zo'n lip hebben. En die hebben er dan heel veel geld voor moeten betalen bij de dokter. Dus ja, alleen bij hun is het meestal dan wel symmetrisch. Bij mij is het aan één kant dik. Nee, niet dat het toe doet, maar toch. Ja, laten we maar gaan proeven. Daarvoor zijn we hier. Ik hoop niet dat het dubbeldrank te veel uit mijn mondhoeken gaat lopen. En dat jullie daar misselijk van worden. Ja, dat hoop ik. Drie glaasjes, drie pakken. Ik ga wel even schudden. Er valt mij wel eens op dat ik niet schud. En dat ik dan denk, nou, het is een beetje viezig vind ik eigenlijk. Of een beetje weinig smaak. En dan, ja, dan komt het omdat ik niet geschud heb. Nou, dit ziet eruit als de opgedoende urine van een geit. Mango en de Guanabana. Is goed, ik zit al helemaal onder de Guanabana. Ik weet niet wat voor geur dat is, maar goed.
Kijk, dat ziet eruit als de ochtendurine van een giraf. En de mango met de kwaver. God, zal me kraken. Het is toch geen makkelijk pak om open te maken als het zo schuin zit. Alles loopt eruit. Dat ziet eruit als de ochtendurine van een eekhoorn. We beginnen met deze. Met mango en passievrucht. Ja, ik heb al heel vaak gezeken op passievrucht. Ik heb ook heel vaak gezeken op mango. Terwijl mango vaak eigenlijk lekkerder is dan ik verwacht. En passievrucht is gewoon een zure bol met ellende. Nooit begrepen waar mensen de passievrucht eten. Er komen wel eens dingen uit. Zo. Wat is dit zoet? Zo, dat is zoet, hé. Even mijn verhaal maken, dan komen dus dingen van ver. En dan denk ik, dat is een leuke aanvulling. Daar hoort de passievrucht niet bij. Dat had gewoon moeten blijven waar het oorspronkelijk groeit. Ik denk ergens in Azië of zo. Weet ik veel waar die troep groeit. Maar ik vind het een aanvulling. En de mensen die doen het allemaal als garnering bij je eten of wat dan ook. Donder op met die bende. Even terug naar het drankje. Verschrikkelijk zoet. Glazuur spuit van mijn tanden af. Maar de smaak is hartstikke lekker. Appel, heel klein beetje mango en 4% passievrucht. Die passievrucht verpest het niet. Dat wil ik even zeggen, die verpest dus de smaak niet. Ja, het is heel zoet. Jezus, wat is dat zoet. Maar goed, dan gaan we over naar de mango en de guanabana. Ik weet nog steeds niet wat de guanabana is. Zal ik het eens even opzoeken? Ja, ik heb het opgezocht, de guanabana. Het is niet zo raar dat ze guanabana guanabana noemen en niet de Nederlandse naam geven. Want de Nederlandse naam is namelijk zuurzak. En het groeit in Amerika in het Caribische gebied. Maar zuurzak, dat doet me een beetje denken aan een schipper die 3 weken niet onder de douche is geweest. Dus dat hoef ik niet te drinken, snap je wat ik bedoel? Dus daarom noemen ze het guanabana. Nou ja, goed. Wat is het? Mango en zuurzak. Ja, en natuurlijk appel. Nou, ik proef mango en appel. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als dit. Alleen hier heb je die passievrucht, die maakt het meer en meer zoet. En hier zit een beetje een rare nasmaak aan. Dat heeft waarschijnlijk met die zure zak te maken. Niet helemaal mijn nasmaak, zeg maar. Last but not, je weet wel, wat zit hier in? Ananas guave. Ananas prima, guave prima, ja. Hoe is het drankje? Echt niet om te zuipen. Gadverdikke. Nou ja. Ananas en guave samen, dat maakt een hele rare chemische verbinding. Nee, dit is niet... de nasmaak is ook een beetje... Als je bedorven leverworst hebt gegeten. Dat heb ik nooit gedaan, maar zo denk ik dat het zo proeft. Maar wat maakt het dan zo vies? Weet ik niet, maar het is gewoon niet te bunkeren. Tijd voor de zuivertjes! En die worden slechter dan ik had verwacht. Ik geef het eerlijk toe. Lekker. Maar. De ananas guave is niet lekker. Het is gewoon vies. Ja, waarom is het vies, Jan? Nou, de smaak is niet lekker. Het is een beetje muf. Een beetje muffe, duffe smaak. En de naweeën zijn ook niet heel prettig. Nee, dat vind ik echt helemaal niks. Dat is gewoon, en dan kan je wel een nieuwe en verbeterde receptuur maken, maar ik zou het nog een keer vernieuwen en verbeteren. Want dit is naadje, die krijgt gewoon een 4. De mango met de zuurzak, ook wel guanabana genoemd. Ik weet het niet. Die zuurzak is niet mijn smaak. Mango, eigenlijk altijd wel prima in een sappie. Wat hebben ze er nog meer bij gemieten? Appel natuurlijk en citroen en dat soort dingen. Maar die guanabana die heeft een vreemde smaak aan het geheel. En niet echt heel lekker, die krijgt van mij 5. En de mokerzoete mango en passievrucht, die is gewoon lekker. Ja, mokerzoet, ik bedoel, het is echt verschrikkelijk. Ik denk dat je tandarts het je zou afraden. Maar het is wel een lekkere, frisse, zoete versnapering. Mango met passievrucht. Passievrucht is niet te heftig aanwezig. Die is hartstikke goed. Ik krijg gewoon mij een 7. Niks aan de hand. Nou, hartstikke mooi. Sappies van me. We kunnen gewoon weer verder met ons leven. Nog.